Ik ben Frans Widema, ik ben directeur van het Oogziekenhuis Rotterdam. Ik doe dat al vanaf 1990, dus ik zit er al 20 jaar. En ik doe het samen met Kees Sol. Die zit hier 18 jaar en wij zijn de langzittende directie van ziekenhuizen in Nederland. En dat is heel erg belangrijk, want pas als je lang zit, kun je ook organisaties inspireren en kun je ook zien wat de resultaten van je werk zijn. Want wij zetten erg in op innovatie. Dat doen we al sinds 1993 door naar andere bedrijven te kijken. Dus we kijken niet naar andere ziekenhuizen, maar naar bedrijven zoals de KLM, Toyota, Iglo, Unilever. En wij kijken ook naar de peers. En de peers zijn de beste van de klas. En voor ons zijn dat ook ziekenhuizen uit de hele wereld, topinstituten. En wat doen we daar dan mee? Met die instituten wisselen we medewerkers uit. En wij gebruiken medewerkers eigenlijk als consultant. We hebben geen geld, maar we hebben wel medewerkers. En door die medewerkers uit te wisselen en met collega's te laten praten, neemt de motivatie enorm toe en krijgen wij ook de beschikking over zeer veel kennis. Nu hebben wij hier 140.000 patiënten per jaar en die hebben allemaal een oogprobleem. En we hebben ook nagedacht over van hoe moeten wij nou deze patiënten benaderen. Want in de meeste ziekenhuizen staat de patiënt centraal. Maar dat is begrip centraal stellen is heel moeilijk handen en voeten aan te geven. En bovendien staat in het ziekenhuis meestal de dokter centraal. Dus wij hebben hier mensen met oogproblemen. En dat weet u zelf ook. Als u een oogprobleem hebt, bent u altijd bang om blind te worden. Dus wat hebben wij gedaan? Wij reduceren angst. Want als je minder bang bent, gaat de behandeling veel beter. Maar je begrijpt ook veel beter wat er tegen je gezegd wordt. En die angstreductie bestaat uit goede informatie, want dan wordt iets voorspelbaar. Je moet met iemand anders komen, dus er komt een familielid mee en dat familielid gaat overal mee naar binnen. En wij laten alles zien, want als je alles laat zien, heb je niks te verbergen en hebben mensen daar ook vertrouwen in. Nou, op die manier hebben wij de innovatie vormgegeven en dat is buitengewoon succesvol. En je merkt als je daarmee bezig bent, dat de spiraal niet naar beneden gaat, maar naar boven. En dat je de medewerkers daarmee ook inspireert en uiteindelijk de patiëntenzorg verbetert, want daar bestaan wij voor. Wij moeten zorgen dat mensen die zich hier aan het oogziekenhuis toevertrouwen met een oogprobleem, goed worden geholpen. Niet alleen medisch, maar ook als mens.